In Bergen op Zoom is onze grote voedselbankactiecoördinator Gabrina Kikkert. Gabrina, hoe was het vandaag? Het was vandaag, en jij was erbij Arjo, hartverwarmend in Bergen op Zoom. Wij hebben hier lopen flyeren, dan leggen we mensen uit wat de actie is, zodat nog nodig is. Dan gaan ze de winkel in en dan komen ze eruit met niet één, niet twee, maar vaak met heel veel meer producten. En dat wordt hier dan gedoneerd. De bakken zijn alweer aardig vol. Dit zijn niet de enige bakken die vol zijn gekomen vandaag. We zitten boven de 40 kratten en dat zijn er een heleboel. Bergen op Zoom en omgeving kortom, hartstikke gul geweest. Ja, je maakt elke dag leuke dingen mee. Vandaag nog iets aparts? We maken iedere dag heel veel leuke dingen mee, hele mooie dingen. En vandaag had ik iets, ja, het is ook dag 4, dus je bent ook al wat moeier. Maar dat is denk ik niet de enige reden dat ik vol schoot toen er een moeder met twee kleine kindjes voorbij kwam. Ze zei, oh, jullie staan hier, wat goed. Ik ga zo even winkelen, want nou kan het weer. En dat is een verhaal dat we vaak horen. Weet je, mensen die zijn vaak niet zo heel erg lang klant bij de voedselbank. Want gelukkig in Nederland zijn er allerlei manieren om uit de schulden te komen. Om uit de positie te komen waarin je naar de voedselbank gaat. En zo ook deze mevrouw, klant geweest, eruit gekomen. En nu zegt ze, heb ik het geld, niet heel veel, maar wel wat geld om weer wat te kunnen doen voor een ander. Tranen schieten mij dan in de ogen. Ja. Altijd mooi om te zien dat het weer goed gaat met mensen. Je was met die karavaan eerder in Breda, ja. Eindhoven, Os. Vandaag dus een Berg op Zoom. En waar morgen? Morgen zijn we in Tilburg bij de AHXL. Die is net open gegaan. En daar is de laatste dag alweer van de caravan. En daar gaan we ook bekendmaken hoeveel we hebben opgehaald. De inzamelpunten, we hebben er meer dan 100 in de hele provincie. Die geven ook hun tussenstanden door. En het begint nu binnen te druppelen. En ik ben echt onder de indruk van wat wij binnenkrijgen. Wat mensen ingeleverd hebben in de verste uithoeken van onze mooie provincie. Morgen gaan we bekendmaken hoeveel het in totaal voorlopig is geworden. Ja, want je hoeft dus morgen niet speciaal naar Tilburg. Je kunt naar een van die meer dan 100 inzamelpunten te vinden bij ons op de site. Tot wanneer kunnen mensen daar terecht? De meeste inzamelpunten gaan ook echt sluiten als onze actie sluit. En dat is morgen rond de klok van 5:30, 6:00. Maar kijk even op onze site, dan kun je het helemaal precies zien. Gabrina Kikkert vanuit Bergen op Zoom. Dankjewel.